Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Het is nu 9:55 'smorgens. Ik heb ontzettende trek, dus ik ga weer eens even een lekkere, ongezonde caloriebol maken. Maar wel een lekkere. Houden jullie van wraps? Houden jullie van patatje oorlog? Nee, je zag het al in de titel natuurlijk. Maar ik ga een patatje oorlog in een wrap maken met frikandel en kaas. Het lijkt me echt onwijs lekker. En wat ik zei, ik heb ontzettende trek, dus ik ga gauw beginnen. Alles staat klaar achter me. Blijf vooral kijken. En wie zit daar achter mij, zoals altijd? Lina, wil je zo een stukje frikandel? Moet je naar de keuken komen. De frituur is klaar, kan er gelijk in. Ik heb hier wat pindasaus gemaakt. Ik laat het dit keer niet zien, dat heb ik al zo vaak gedaan. En als je wat weet hoe je pindasaus maakt, check dan even mijn Jos Brinkekessen die video. Een gesnipperd uitje. Ik heb hier patat friet, dezelfde als uit mijn vorige video, met die schil. Heerlijk. Twee frikandellen. Een wrap. Zout Hellmann's. En drie plakken smeltkaas. Nou, zal mij benieuwen. Dit is onwijs lekker volgens mij. Ja, ik doe de patat friet en de frikandel tegelijkertijd. Niet te veel. Ik denk dat ik maar één frikandel gebruik. Even kijken hoor. Dan beter iets te veel patat friet dan te weinig. En dan ga ik even de plakjes smeltkaas op de wrap leggen. En dan verwarm ik zo meteen de wrap even in de oven. Is dat handig zo, iets dichter naar binnen. Zoiets. Zo. Dit gaat lekker. Even de pindasaus zachtjes aan. Ja, kan niet wachten. Zo, dan zet ik deze in de magnetron. Dat is een kwestie van, ja, 600 graden, heel even erbij blijven. Ja, nog heel even wachten. Die is bijna klaar. Ja, was nog klaar, maar warm. Zo. Dat is zacht, dat is de laatste. Oké. Okay. Even die wrap een beetje warm maken. De kaas smelten. Ja, zoiets. Bijna. Eigenlijk is de frikandel al goed. Goed, dan begin ik met de pindasaus. Die gaat gewoon lekker over die smeltkaas heen. Doe ik de uitjes. Even goed opletten, ik moet hem ook nog dichtvouwen en eten. Dan doe ik hierbovenop de patat friet. Even kijken hoor, hoe wat. Frikandel. Wauw, die ruikt lekker. Ik
Ik wil wel dicht gaan vouwen hoor, zo. Ja. Eigenlijk zou ik die frikandel zouden in moeten. Nee, ik bedoel frikandel in stukjes. Beter, denk ik. Zout. Nou, hopen dat hij nog dicht kan. Net aan. Is het iets te vol? Nou, nee. De patatje oorlog red met frikandel en kaas. Ik vind het een geweldige uitvinding. Ik ga eten. Zo, colaatje erbij. Prachtig ontbijt dit. Mmm. Heerlijk. Kom maar. Wat is het? Ik zal een stukje frikandel voor je pakken vast. Heel erg warm. Een beetje die zooi eraf. Pes. Kom hier op tafel eten. Nou mensen, dit is een goede bodem voor vandaag. En ik eet het dan als ontbijt, maar dit is natuurlijk ook uitermate geschikt als voer voor na het stappen of als anti-katervoer. Kaas komt eruit. Zo, echt lekker mensen. Ik kreeg ineens een idee. Natuurlijk al dat gezeik met die plastic toeslag. Als ze nou gewoon een patatje super, een supertje. Weet je wel, gewoon patat friet met een kroket of frikandel en mayonaise gewoon gaan verkopen in een wrap. Dan heb je een eetbare verpakking, zeg maar. Why not? De smeltkaas en de frikandel voegen echt iets toe aan de patatje oorlog. Kijk nou jongens, meisjes, whatever. En als je dan denkt van die Planet Michel is gek dat hij dit als ontbijt eet. Voor mij is dit minder heftig dan een Engels ontbijt. Nou, dat vulde zo'n malle. Ik gebruik de frituur uit. Ik ga niet nog een maken. Echt een aanrader. Het valt wel zwaar op de maag, moet ik zeggen. Het is meteen mijn avondeten. Ik ga niet eet vanavond lekker kippensoep met een broodje of zo. Nou mensen, jullie hebben weer wat te doen vandaag. Zo. Nou mensen, ik ga mijn patatje oorlog wrap met frikandel en kaas opeten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag toe en als je naar de supermarkt gaat, haal even spullen en ga dit ook maken. Is zo lekker. Goed mensen, fijne dag en tot de volgende. Doei!